Sint-Stevenskerk. Als je de Stevenskerk binnenstapt, dan zie je een zee van ruimte. Van buiten lijkt de kerk al groot, maar als je de kerk betreedt, dan is de ruimte overweldigend. In 1254 werd begonnen met de bouw van dit enorme kerkgebouw, die de bekroning vormde van de destijds snelle uitbreiding van Nijmegen. In 1273 wordt de kerk ingewijd door de aartsbisschop van Keulen. Het gebouw is dan nog niet af. De toren krijgt zijn voltooiing in 1310. Sindsdien wordt er vrijwel onafgebroken gewerkt aan uitbreidingen en vernieuwingen. Er zitten meerdere bouwstijlen in deze kerk verwerkt. Onderaan de toren kun je zien dat de kerk aanvankelijk in Romaanse stijl met tufsteen werd gebouwd. Toen de toren, het koor en het fraaie zuidenportaal gebouwd werden, werd er overgegaan op de bouwstijl van die tijd, de gotiek, te herkennen aan slanke spitsbogen en bouwelementen. Net als in veel oude kerken zie je ook hier vele grafstenen van vooraanstaande personen in het vloeroppervlakte. Echter, de overblijfselen zijn geruimd. Behalve van de hertogin Catharina van Bourbon. Zij doneerde veel aan de Stevenskerk. Beneden in de catacombe vind je haar lijkkist met haar overblijfselen. In 1512 liet haar zoon, Karel van Gelre, een monument plaatsen op haar graf. In 1565 bouwde men de kapel van het Heilig Graf. Hier is, naast de bewaard gebleven beschilderingen, ook een reliek van de heilig verklaarde Albertus de Grote. Hij overleed in 1280. Oorspronkelijk was de Stevenskerk katholiek. Maar in 1591, toen prins Maurits Nijmegen van de Spanjaarden bevrijdde en het katholieke geloof verbood, werd de kerk protestants. De protestanten staakten direct de verdere bouwplannen. En sterker nog, ze verwijderden alle kunstschatten en andere katholieke onderdelen uit de kerk. Je kan de plekken waar de beelden hebben gestaan nog zien. En het interieur schilderden ze helemaal wit, waardoor het een toonbeeld wordt van calvinistische vroomheid. Door dit alles is de Stevenskerk best wel uniek te noemen. Ook bijzonder is het herengestoelte. Deze bank uit 1644 was speciaal gemaakt voor de leden van het stadsbestuur. Het houtsnijwerk is zeer mooi uitgevoerd. Tegenover het herengestoelte staat de Prinsenbank. Deze is speciaal gemaakt voor Willem V, die in 1786 tot 1787 op het Valkhof verbleef. In 1773 kreeg de Keulse orgelbouwer Ludwig König de opdracht om een orgel te bouwen. Het is één van de grootste orgels in Nederland. Om een voorbeeld te geven, het orgel heeft 3600 pijpen. Bij het bombardement van 22 februari 1944 wordt de kerk wederom niet ontzien. Het bovenste deel van de toren stort omlaag en verplettert daarbij een deel van de zuiderzijbeuk. De herbouw duurde tot 1969. Hierbij is bij sommige muren de witte verf verwijderd en zijn originele beschilderingen weer tevoorschijn gekomen. Enkele jaren geleden vond men op een van de kerkzolders planken waarop de namen van de predikanten stonden. Dit is geheel hersteld en heeft een mooie plaats gekregen in de kerk. In de zuiderkapel worden nog missen gegeven. Hier staan vele oude bijbels. Afblijven, ze staan niet voor niets achter glas.